Hi, mijn naam is Twan van Beek. Ik ben momenteel 3 jaar werkzaam bij Anticimex. En ik zit op de afdeling houtverduurzaming. Dat wil zeggen dat wij huizen, maar ook andere objecten zoals de watermolen hier in Haaksbergen behandelen tegen hout- en passende organismen. Nou, mijn rol is eigenlijk dat op het moment dat de inspectieverzoek van de klant binnenkomt, dat ik eigenlijk alles in gang ga zetten. Dus dan ga ik de aansturing doen richting de houtinspecteur. En de communicatie doen richting de klant, zodat ze in ieder geval beide op locatie aanwezig zijn voor de eerste inspectie. Naar aanleiding daarvan krijg ik de terugkoppeling van de houtinspecteur, wat precies de schade is en wat een bestrijdingsplan gaat worden om een nulpunt te creëren met de houtaantastende insecten. Hier is het dus een begassing geworden. Dus komt hij eigenlijk met de informatie over hoe tot we de begassing moeten uitvoeren. Welke dingen we in acht moeten nemen, zoals hier bijvoorbeeld hebben we een manege en een eethuis, een eetcafé, restaurant binnen ons grensgebied. Want binnen 10 meter mag er eigenlijk niks aanwezig zijn rondom mijn pand in verband met de gevaarlijke stoffen die wij gebruiken. Nou, dat gasplan dat wordt door mij gemaakt en dat ga ik dan verder delen met de gassingsleider en met alle overheidsinstanties die daarbij betrokken moeten zijn. Een begassing dat houdt eigenlijk in dat een tent over een pand, dus in dit geval een monumentaal pand, wordt gehesen. Dat wordt luchtdicht gemaakt. Op het moment dat het luchtdicht is, wordt er gas geïnjecteerd. Dat is een gasfumigant. En die zorgt eigenlijk voor de volledige afdoding. Waardoor tot wij een afdoding kunnen garanderen van 100% op de beestjes die dan op dat moment in het hout zitten. Een begassing is altijd 4 dagen en dat wil eigenlijk zeggen dat we op maandag de opbouw gaan doen en dat er meetapparatuur in het pand wordt geplaatst. Op het moment dat die meetapparatuur er ligt en er is ingegast, dan kunnen wij op afstand in de gaten houden of tot de meetwaardes goed zijn van het gas. En dan zal het gedurende 48 uur onder gas staan. En dan op de donderdagmorgen, dat is meestal dag 4, dan gaan wij een schoorsteen maken op de bovenkant van de tent, waardoor tot het gas kan ontsnappen. En we op een gegeven moment aan de meetwaardes kunnen zien dat het gas vrij is. Dan zal de gassingsleider het gas vrijgeven. En daarna zullen wij de spullen gaan opruimen en is de klant voorzien van een nulpunt. Dan is het eigenlijk volkomen veilig. Want dan wordt er eigenlijk naar aanleiding van de meetwaardes wordt er gekeken of tot er nog gas aanwezig is in het pand. Nou, op het moment dat dat nul is, dat is het moment dat wij het pand gaan vrijgeven. En dan is het dus volkomen veilig.